Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een video waarin ik jullie een rondleiding geef door mijn beautyhoekje. En ik wilde deze video eigenlijk al best wel lang opnemen, maar het kwam er elke keer niet van. En dan was ik nog niet helemaal tevreden over hoe alles stond. Inmiddels kan ik zeggen dat ik redelijk tevreden ben over hoe ik alles heb ingedeeld. En dat ik het tijd vond om deze video op te nemen. Even een kleine disclaimer vooraf. Ik maak deze video niet omdat ik wil opscheppen over mijn hoeveelheid make-up. Maar als beautyblogger zijnde test je gewoon heel veel make-up producten. En heb je dus ook een wat grotere stash waarschijnlijk dan een niet beautyblogger. En dat wilde ik gewoon eventjes zeggen dat daar geen verwarring over ontstaat. Dus als je benieuwd bent naar hoe mijn beautyhoekje eruit ziet, zou ik zeggen kijk eventjes gezellig mee. Ik begin hier even aan de muur. Hier hangt mijn nagellakrek waar ik echt super blij mee ben. Ik heb hem al een paar jaar. Zoals je ziet is die niet helemaal vol. Ik zal even iets naar beneden gaan. Maar ik heb ook niet alle lakjes erin staan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook nog een paar lakjes staan, gewoon altijd apart. Dat zul je kunnen zien in de ladenstrakjes. Er staan vooral low budgetmerken. Vooral deze rijen zijn Essence, tot hier ongeveer, hier. Dan begint hier Catrice. Hier heb ik wat duurdere lakjes. Dit is van Kate Moss van Rimmel. Dit is er eentje die ik bij de Action heb gekocht van Maybelline. Sally Hansen komt ook van de Action. Dan heb ik hier de 60 Second lakjes, waaronder twee van de Rita Ora collectie. Die komen wel gewoon bij de Kruidvat vandaan. Sinful Colors, W7 heb ik hier, NYC, dit is van de Ethos, Hema en dan is dit Action. En ik heb ook nog een aantal lakjes die ik moet testen, maar die staan hier dus dan nog niet in. Dan hangt onder mijn nagellakrek mijn tissuehouder. Deze box die komt van de IKEA, die kocht ik daar een aantal jaar geleden. Toen de tijd had je ook nog geen tissueboxen bij de Action of the Big Bazaar. En het handige aan deze is dat hij dus aan de muur kan hangen. Aangezien ik niet heel veel plek heb om dingen neer te zetten, vind ik het dus ideaal dat hij kan hangen. En hieronder zit mijn peer die ik van mijn oma kreeg. Die heb ik op een stoel neergezet. Omdat ik dat gewoon heel leuk vond staan. En omdat ik er heel blij mee ben omdat ik hem van mijn oma heb gekregen. En ik wilde hem een speciale plek geven. Dan hier aan de zijkant van mijn kaptafel hangen lampen. Deze komen van de IKEA. Zijn van muziek, als ik het goed zeg. Alleen het nadeel van deze lamp is dat je zelf snoeren eraan moet maken. Dus je moet er wel een handig iemand voor in huis hebben. Gelukkig heb ik dat. Ik ga ze even aandoen, zodat je kunt zien. Kijk. Voilà. Ik vind ze zelf super mooi. Maar ik zal ze weer eventjes uitdoen, want anders dan... een beetje te fel. Zo. Dan gaan we eerst hier aan de zijkant beginnen. Hier staat mijn kwastenpotje. En hier zitten mijn gezichtskwasten in. Dit potje komt van de IKEA. En hier zitten alleen maar gezichtskwasten in. Het zijn ook allemaal low budget merken. Ik heb geen dure make-up kwasten. Hema, Essence, dat soort merken zitten erin. Dan heb ik drie kabuki's staan van Essence, Catrice en ook van de Hema. En dan heb ik hier een laadje waarin vooral beauty blenders zitten. Het zijn allemaal namaaks. Hier zitten vooral heel veel sponsjes in die ik op het moment niet zoveel gebruik. Ze zien er heel vies uit, maar ze zijn gewoon schoon. Dan gaan we naar het midden. Hier staat een spiegel. Als de tafel een spiegel heeft, vond ik deze spiegel heel erg handig. Deze is ook van IKEA. Ik zal even kijken welk merk het is. Transom. Die heeft hem in twee soorten. Eentje die dus kan staan, zoals deze. En eentje die kan hangen. En hij heeft een gewone kant, maar ook een vergrotende. En dat vind ik super fijn. Omdat ik ook lenzen gebruik, vind ik het dus heel erg fijn om dat dicht bij de spiegel te doen. Dus daarom heb ik gekozen om een externe spiegel voor te zetten. Ik zal die even weghalen, zodat u de rest kunt zien.
Dan heb ik hier een aantal organizers staan met watjes. Dit potje komt van de HEMA. Hier zitten grote wattenschijfjes in, ideaal voor het gezicht. Dan een potje van Oriflame met gewone watjes. Dan dit wattenstaafje dispenser. Deze kocht ik toen de tijd bij de Blokker. Action heeft ze inmiddels ook. En hier zitten dus wattenstaafjes in. En dan deze dispenser van de Action met wattenschijfjes. Het gewone formaat. Ook staat er nog een prullenbakje op waar ik dus lege verpakkingen in kan doen. Ja, ik kan ook eigenlijk wel naar de prullenbak lopen. Maar ik vind het wel leuk staan. Ik had hem over. Ik dacht, weet je, ik zet hem hier neer. Hier staan spullen voor mijn lenzen. Niet heel interessant. Dan heb ik hier een potje met kwasten voor de ogen, oogschaduw, wenkbrauwen, eyeliner, dat soort dingen. Ook weer een potje van IKEA. Ik zal even kijken of er nog een merkje op staat. Scura heet deze. Ook alleen maar low budget kwasten verder. Geen dure kwasten zitten erin. Nou, ik zit er eentje verkeerd, anders ben ik morgen weer aan het zoeken. Dan in dit laadje zitten vooral blotting papers. En ik heb hier drie soorten in liggen. Nog één van Sun Club. De All Matte en een setje van Catrice. En ik heb die dingen eigenlijk overal liggen. Vooral nu heb ik ze dan verzameld in dit mandje. Maar ik heb ze ook in mijn tas zitten. En ja, eigenlijk vind ik ze overal wel. De kaptafel zelf, die heb ik een aantal jaar geleden bij Leen Bakker gekocht. En hij was oorspronkelijk wit, maar ik heb hem zelf zwart gemaakt. Het was een matte kaptafel. Mat wit, zoals je kunt zien, heeft deze kaptafel ook niet zo'n glazen plaat eroverheen op je blad. Zodat als ik dus zou gaan knoeien met mijn foundation, dan zou ik het echt een heel erg grote troep worden. En dat vond ik heel erg zonde. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om hem zwart te maken. En ik heb ook hier wat zwart. Ik moet wel zeggen dat hij hier en daar wat slijtplekjes heeft. Maar hij heeft ook al heel wat verhuizingen overleefd. Dus ik zou hem gewoon een keertje bij kunnen schilderen, zeg maar. Om die plekjes weg te werken. In de la van de kaptafel heb ik hier achteraan een spiegeltje liggen. Dit is een spiegel van de HEMA die ik wel eens meenam als ik bijvoorbeeld weg moest. Dan vond ik het fijn om een grotere spiegel bij me te hebben. En deze was perfect geschikt voor op reis. Dan heb ik hier ook weer allemaal bakjes in staan. Deze komen van de HEMA. In het eerste bakje heb ik vooral foundation liggen, een concealer, mascara, een oogpotlood en mijn eyeliner. Dit is eigenlijk een beetje voor dagelijks gebruik. Dan in het tweede bakje heb ik een aantal oogschaduwtjes zitten. Deze zijn van de I Love Nude van Essence. Dit is de kleur Sweet Like Chocolate. Dit is de kleur Crème Brûlée. En deze, de laatste, die heet Cake Pop. Ook zitten er nog twee kleurtjes in van de Action, maar die hebben geen naam, want deze zijn al best wel wat ouder en die hadden toen nog geen naam. Dan heb ik hier een grotere bak. Hierin heb ik een blush zitten. Dit is de kleur Adorable. Een wenkbrauwpoeder die je al in meerdere video's voorbij hebt zien komen. Een compact poeder in de kleur Soft Beige van Essence. Dit Quattro setje van Essence. Heel handig ook voor, die kan dagelijks, daarmee heb ik hem erin gedaan. Deze heet To Die For. En hier ligt een bronzer van de HEMA met een subtiele glitter erin. In het laatste bakje heb ik vooral heel veel wimperkrullers liggen. Mijn Tweezerman. Nog een wimperkruller. Een modelmirror. Dit was zo'n spiegel. Die is heel leuk. Met van die lampjes aan de zijkant. Alleen het probleem is dat de batterijtjes heel snel opgaan. En ze zijn best wel prijzig. En nou, als je er heel
heel kort gebruik van kunt maken, vind ik het gewoon zonde. Dit is een apparaatje, hiermee kun je heel gemakkelijk haartjes bijvoorbeeld op je neus verwijderen. En dit is een elektrische wimperkruller. En dan ligt er ook nog een haarband in voor mijn haar als ik mijn make-up wil doen. En een aantal slijpertjes voor potloden. En dat was dan weer wat er in deze la zit. Dan komen we bij mijn eerste kastje waar producten in zitten. Liggen ook wat aan spullen op die ik even laten zien. Nou, mijn zonnebril die hier eigenlijk niet hoort. Alvast een nieuwe backup voor mijn eyeliner. Dan heb ik hier een mandje met wat producten staan. Hierin zit een haarspray van de Mary Berry collectie van Essence van afgelopen december. Een So Superstar Body Fragrance. Een micellair water. Dit is gewoon zo'n face spray van Evian. Die je make-up kan zetten. Een leeg flesje die weg kan. Een Pure Seduction van Victoria's Secret in de kleur in de geur Red Plum en Frisia. Een body spray uit de Secret Party collectie van Essence. Een nieuw nagellakflesje. De reinigingswater die ik op dit moment gebruik om mijn make-up ermee af te halen. Reinigingsdoekjes voor mijn zwartjes te verwijderen. Dit handige pompje voor mijn nagellak. Die kan je hier zo, kan je je watje erop leggen en dan komt er een remover uit op je watje. En ik heb hier nog een setje met kwasten van Essence die ik hierin bewaar. In de mandjes daarachter, in het bovenste mandje of in het bovenste bakje, zitten een aantal notitieblokjes. En in het bakje eronder bewaar ik mijn handcremes. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, wil ik er wel een aparte video over maken. Maar laat het wel even weten bij de comments. Ik heb het kastje even verschoven, want anders heb ik niet voldoende ruimte om het goed aan jullie te gaan laten zien. Ik zal met de eerste lade beginnen. Hierin zitten vooral foundations in dit eerste bakje. Ik zal even de bakjes eruit halen. Ik gebruik dit soort bakjes van de Action. En die zijn heel erg fijn. Hier zitten vooral foundations dus in. Eigenlijk alleen maar low budget merken. Catrice, Essence, Hema, W7. Dat soort merken. Dan heb ik hier een klein bakje, wederom van de Action, met BB creams van de Action en CC creams zit hierin. Miss Sporty zit hierin. En ook Essence. En daar heb ik dan ook weer de BB cream van. En dan nog een BB cream van de Action. En deze BB cream van NYC. Dan komen we bij dit mandje. Hetzelfde mandje als die je net bij Foundation zag. Hier zitten mijn poeders in. Met ook nog een hele oude. Een fix en mat poeder. Oh. Maar ook bijvoorbeeld de Banana Dreams powder. De bijpassende poeder voor de BB cream van NYC. Maar ook weer een pure nude van alles. Essence, Catrice. Dit soort merken zitten in dit laadje. Door naar lade 2. Hiervoorin ligt een I Love Makeup palette. Hiervoorin bewaar ik eigenlijk producten die ik wil gaan reviewen voor de week. Als deze video online komt, staat de review van dit palette op mijn blog online. Er staat altijd een mooi plekje voor over. Hier zitten mijn bronzers in. Veel low budget merken, ook een aantal limited edities, bijvoorbeeld van deze van de Secret Party van Essence. Hier heb ik een bronzing mousse, een hele grote van Fizz, deze is van de Action, en deze hele mooie van Smooch. Dan
gaan we naar het laadje, het mandje daarachter. En hier zitten mijn concealers in. Concealerpaletten van Catrice bijvoorbeeld, maar ook van de HEMA concealerpaletten. De nieuwe mousse, Soft Touch Mousse van Essence. Maar ook dit hele fijne potje van Catrice. Allerlei soorten zitten hierin. En allerlei merken door elkaar ook weer eigenlijk. Tijd voor de derde lade. Deze gaat best wel zwaar. Hier zit echt heel veel in. Ik zal even iets naar beneden gaan. Zodat jullie het beter kunnen zien. Hier voorin zitten vooral blushes. En ook hier zitten weer heel veel verschillende soorten. Ik heb er bijvoorbeeld eentje van W7 in zitten. Maar ook deze tubetjes van Miss Sporty zitten erin. Ja, Action. Veel Essence, veel Catrice. Een stick van de HEMA. Maar ook bijvoorbeeld deze hele mooie van de Ethos. Echt heel veel verschillende soorten. Dan in dit bakje zitten mijn highlighters. Ik vind deze bijvoorbeeld heel erg mooi. De Glow Catrice High Glow. Maar ook deze Pure Nude Foundation Highlighter is heel erg mooi. Makeup Academy zit erin. Maar ook limited edities van Essence bijvoorbeeld. Mary Perry en Cinderella. Ook weer heel veel verschillende soorten. Zitten hierin. Dan heb ik hier nog het laatste mandje. En hier zitten pigments in van Essence. Die helaas niet meer te koop zijn. Een gouden spray die komt uit de Mary Berry collectie van december van Essence. En twee body shimers in goud en eentje in het zilver. Deze komen van de Action. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om zomers ook te dragen. Dan gaan we naar deze lade. In dit eerste mandje zitten vooral primers. Een make-up basis. HEMA. Heel veel van Catrice. Ik heb er eentje van Essence in zitten. Maar ook een aantal van de Ethos. En deze hele mooie fijne van de Action. Waar het topje van afgaat. Dus die bewaar ik hierin. Dan komen we bij dit mandje aan. En deze vind ik zo leuk. Want mijn kastje. Hier zitten shading producten in. Dus duo's, zeg maar een bronzer en een highlighter. Deze van Essence bijvoorbeeld. Deze van W7. Maar ook een stick van de Action. En kijk welke nog meer. Deze van W7 vind ik zelf ook heel erg mooi. Deze van Essence. En deze hele mooie van de Action. Dus dat is eigenlijk alles. Oh nee, wacht, sorry. Er zit nog een mandje achter. In dit mandje zitten een aantal limited editie producten. Ik heb hier een bodypoeder van de All That Grace collectie van Essence. Maar ook deze shimer parels van de Cookie & Cream collectie. Deze blush parels van de Gaviar Couch collectie. Maar ook deze blush parels van de, moet ik even spieken hoor. Staat het niet echt heel goed op. Van de Hout Future collectie. En omdat dit vaak wat grotere verpakkingen zijn, vind ik het fijn om die dus daarin te doen. Want het past gewoon bij de gewone producten niet zo goed meer erin. Hier staat het krukje dat ik voor mijn kaptafel gebruik. Deze komt van de IKEA en deze was al zwart. Er zat geen krukje bij mijn kaptafel, dus toen heb ik deze gekocht om erbij te gebruiken. En die zit heerlijk. Dan heb ik aan de muur een plankje hangen met al mijn luchtjes. Ik ben vooral dol op luchtjes van sterren zoals Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Christina Aguilera en zo. Het plankje heb ik zelf gecustomized. Deze was wit, heb ik zelf zwart gemaakt en heb ik zelf die lettertjes opgeplakt omdat ik het heel erg leuk vond. Hieronder hangen mijn tangen voor mijn haar. Stijltang, krultang, föhn. Nou, allerlei tangen hangen daar. En die heb ik ook aan een rekje opgehangen. Die komt van IKEA.
Hier hangt een plankje met mijn beautyboeken. Daar heb ik laatst al een video over opgenomen. Die staat online op mijn kanaal. En hier heb ik nog een mapje. En hier bewaar ik kaarten in van Essence, van die trial kaarten. Vond ik leuk om bij elkaar te bewaren in dit mapje die ik ooit bij de Action kocht. Dan heb ik hier nog een kastje. Volgens mij zit dat mamkastje, weet ik niet zeker. Hiervan zal ik de naam ook even onderin de video zetten. En daarbovenop staat een gecustomized bakje. Ook heb ik zo ook zelf gedaan, ook zelf zwart gemaakt, zelf letters erop geplakt. En hierin staan mijn W7 palettes. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Vind ik heel erg leuk staan in de mood, in de buff. De Chiki Trio, het Parlour paletten voor de wenkbrauwen. Eigenlijk alle paletten staan hierin. In de eerste lade. Oh, moet ik een beetje omhoog. Zitten oogschaduwbasissen in. Een aantal. Het zijn er niet zoveel. Ik heb er nog een paar die moeten gereviewd worden. Bijvoorbeeld deze van de NYC zit erin. Maar ook deze hele kleine die bij een I Love Makeup oogschaduwtje zat. En deze van de Hema. Dat zit ik in zo'n klein, zit er in zo'n klein mandje. Heb ik hier ook een aantal paletten staan. De Essence Nightclub bijvoorbeeld. En heel veel van dit soort paletjes. Dit is de All About. Dit zijn de oude All About setjes. Ik heb All About Nude. All About Romance. All About Chocolate. All About Deep Sea. En All About Candies. Die heb ik hiervoor in neergezet. Want ik vond dat een mooi opvullend plekje. Goed, dan gaan we verder. Hier zitten al mijn mono's in. Nou ja, wat ik heb gereviewd. Er zijn nog een aantal producten die ik nog wil gaan reviewen. Dus die zitten er nog niet bij. Deze hele mooie van Essence, die helaas niet meer verkrijgbaar is. De 3D. Maar ook een limited editie. Deze is van Justin Bieber bijvoorbeeld. Maar ook deze hele schattige van de Hema met takkie erop. Van Jip en Janneke. Eigenlijk alle monootjes die ik heb, die zitten hierin. En dat vind ik gewoon wel fijn, want dat vind ik een beetje overzichtelijk. Nou, die komt er ook even uit. Dan dit mandje. Hier zitten eigenlijk vooral quattro's in. Of met drie kleuren of meer zelfs. Bijvoorbeeld deze van de NYC. Maar ook deze hele mooie van Cartier. Dit is een limited, maar dit zijn die drie nieuwe, zeg maar. Dit soort producten bewaar ik eigenlijk allemaal hierin. Deze vind ik ook nog wel even leuk om te laten zien. Dit is een smartphone met kleurtjes erin. Ja, dat vond ik gewoon ideaal om ook apart te bewaren. Dan heb ik hier nog drie mandjes staan. Hier zitten mijn oogpotloodjes in. Allerlei soorten. Het zijn gewoon allemaal oogpotloden. Die, ja, ook allerlei merken weer. Vooral veel Essence, Catrice. Action zie ik liggen. Hema zelfs. En dat zijn de oogpotloodjes. Eyeliners. Eentje van de Action zie ik liggen. Ook weer vooral veel Essence, Catrice. Limited edities ook. Bijvoorbeeld deze van de Dolls Collection geloof ik. Ja. Maar ook deze hele mooie gouden uit de Golden Craze. Nee, zo heet die. Treasure Trove collectie. Eigenlijk allemaal dat soort producten zitten erin. En dan in dit laadje. Hier zitten oogschaduw in potloodvorm bijvoorbeeld. Deze zijn in penvorm. Allemaal. Maar hier zit ook nog een highlight pen in. Eigenlijk allemaal van dit soort producten. En ook nog een liquid eyeshadow van de Action. Die bewaar ik hierin. Dan naar lade 2. Deze is best een beetje rommelig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb hier een aantal producten
in zitten bijvoorbeeld deze Duo Lipgloss Lipstick. Deze zijn beide van de H&M. Die heb ik maar even in het doosje gelaten. Een mini lipgloss setje van Essence. Dit is de set van Parijs. Ja. Maar ook deze twee lipglossjes in zo'n bakje. Deze komen van de Action. Bij de Action vandaan. In dit mandje zitten mijn lippenstiften. Nou, zoals je kunt zien is die echt super vol. Dus hier moet ik nog eventjes een andere oplossing voor bedenken. Maar hier zitten al mijn lippenstiften in. Ik heb hier al een aparte video over opgenomen over mijn lipproducten. Dus die staat gewoon op mijn kanaal. Dan heb ik hier een mandje met alle lipglossjes. Nou, ook deze is te vol. Dus ook hier moet ik iets anders voor bedenken. Of het anders indelen. Dat kan natuurlijk ook. Ook hier staan weer drie bakjes achter. In dit mandje zitten al mijn lippotloodjes. En eigenlijk weer Action Catrice. Hema zie ik liggen. Sporty. Allemaal dat soort merken weer. Dan heb ik hier producten in zitten zoals de Rimmel London. Hoe heet die nou? Oh, Provocalypse. Dit is zo'n twee stappen product. De Superstay 24 van Maybelline, sorry. Maar dan heb ik die ook in merken van de Action. En ik heb er hier eentje in zitten. Die deze twee hoort bij elkaar. Die is van de Hema. Dat is ook een 2-in-1 product. En dan heb ik in dit laadje eigenlijk alle lipproducten in stickvorm zitten. Eentje van NYC, maar ook een nieuwe van Essence, de lippenbalsems van de Hema met kleur erin. Eigenlijk allemaal van dit soort producten zitten daarin. Dan gaan we naar de derde lade en in het eerste mandje zitten wenkbrauwproducten. Ik heb hier wenkbrauwpoeders in zitten, maar ook potloden, highlighters voor de wenkbrauwen, gel mascara's, eigenlijk allemaal dat soort producten. Dan heb ik hier een hele grote mand en hier zitten mascara's in. Alle mascara's zijn er heel veel en in dit bakje zit een limited editie mascara. Die heb ik een keer gekregen bij het Kruidvat. Heel veel merken ook. Ik weet niet of ik hier al een video van heb opgenomen, maar mocht je het leuk vinden om te zien wat voor soorten mascara's ik heb, kun je dat laten weten. Dan kan ik daar een aparte video van opnemen. En hierin zitten mijn lippenbalsems. Dit is een setje van Paul Frank met lipsmackers erin. En die zitten ook hierin, lipsmackers. Die heb ik gewoon bovenop gelegd. En hier zitten dan allemaal lippenbalsempjes in. Hier heb ik ook al een aparte video van opgenomen. Heel veel vaselines en EOS en Maybelline, Babylips. Allemaal van dat soort producten zitten hierin. Dan gaan we naar een la die best wel rommelig is, moet ik zeggen. Ik zal hem even pas naar voren halen. Hier zitten mijn oogschaduwpaletten in. Ik zeg er al eens bij, dit zijn echt niet al mijn oogschaduwpaletten. Dit komt omdat ik mijn paletten er pas in zet als ik ze heb gereviewd. Welke ik moet reviewen, omdat ik dan het overzicht heb. Nou, ik heb hier twee paletten in staan van Kors. Twee kleuren. Twee verschillende. Primark staat erin. Ook Makeup Academy staat erin. Ja, W7. Twee Angel Eyes paletten. Dan heb ik het duurste paletten wat hierin staat. Dat is de Nudes van Maybelline. Catrice. Nog eentje van W7. Een Action palette. Catrice palette. Deze hele leuke met selfie erop. Bij dit paletje hoorde die oogschaduwbasis van I Love Hard Makeup. Dan heb ik hier achteraan een paar grotere paletten. Dat is het Absolute Nudes palette van de Action. Nog eentje van Max & More. Daar staat er nog niet achter. Het Nudes paletten en het Neon Lights paletten.
De laatste lade. Dat is ook echt een beetje een rommellade. Daar ben ik ook niet tevreden over. Maar ja, ik wist even anders niet hoe ik hem kon indelen. Ik heb hier vooraan heb ik een setje met nagellakjes staan van de Action. En een aantal nepwimpertjes zitten hierin. Ook mijn brush egg zit erin om mijn kwasten schoon te maken. Dan heb ik hier aan de zijkant heb ik een bakje staan. Hier zitten limited blushjes in. Omdat het andere bakje in de andere lade een beetje vol zit. Dat moet ik nog even een beetje veranderen. Hier zie je dan ook het laadje waar ik het over had. Of het bakje waar ik het over had met de nagellakjes. Allemaal limited editie met nagellakjes. Die kan ik allemaal gewoon niet kwijt in dat rek. En ik vind het gewoon handig om die apart neer te zetten. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik zit even te kijken. Catrice weer. Veel Essence. Vooral heel veel Catrice staat hier. Hier heb ik eentje van Essence. Ja, allemaal van dit soort lakjes zaten er, zitten daarin. Ook staan hier twee setjes van Essie. Dit zijn lakjes die ik bij Dick Bazaar ooit kocht. Zijn al uit een oudere collectie, maar dat maakt me niet uit. Nou, dan gaan we naar achter. En dat is echt een beetje een rommeltje. Hier heb ik een heleboel palettes in zitten. Die ik dus in die andere lade gewoon niet echt kwijt kon of niet kon passen. Nou ja, dat zijn allemaal van dit soort palettes van Essence. De wat grotere palettes. De Caviar Couch paletten. En het Sunkist bronzer paletten. Die past niet bij de bronzers. En dan heb ik een heel groot palette van Makeup Revolution. En een heel groot palette van Max & More. Dus dat zit allemaal hier achter daarin. Dan was dit de video waarin ik jullie mijn beautyhoek heb laten zien. Zoals je ziet is het best een beetje rommelig omdat niet alles bij elkaar staat. Maar ja goed, zoals ik al eerder uitlegde is dat gewoon niet anders. Ik vond het wel heel erg leuk om deze video op te nemen. Ik moet zeggen dat dit echt nog lang niet al mijn make-up is die ik jullie nu heb laten zien. Want ik heb nog een heleboel staan wat ik... wil gaan reviewen voor mijn blog. Maar dat heb ik gewoon niet laten zien. Want ja, dan weten jullie ook gelijk wat ik allemaal misschien nog ga reviewen. En dat vind ik toch wel leuk om het een beetje ja, voor mezelf te houden. Dus dat heb ik bewust maar niet gedaan. En het is ook veel te veel om allemaal te gaan laten zien. Ik wil voor nu jullie bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk ook nog altijd. En dan blijf ik op de hoogte van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg!